محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Hallo, ik ben Abdul Jabbar van de Ven. Maar 22 jaar geleden ben ik geboren als Johannes Lambertus Henricus Maria van de Ven. Rond mijn 14e verjaardag ben ik moslim geworden. Dat is vrij jong. Ik begon gewoon vragen te stellen bij wat ik had geleerd en wat ik... wat ze maar hadden geleerd op school natuurlijk, een katholieke basisschool. En ik kwam er gewoon achter steeds als ik vragen stelde in de kerk of bij christenen, kreeg ik of onbevredigende antwoorden of ik kreeg gewoon de indruk dat ze bang waren voor mijn vragen. Dat ze het een beetje afhielden van zich. Ja, en toen ben ik gewoon zelf op zoek gegaan in de bibliotheek en boeken gaan lezen en overal gaan vragen en uiteindelijk in de moskee terechtgekomen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul lil mutaffifin alladhin idha iktalu 'alan nas yastawfun. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. De hele opvoeding is, vind ik, althans onze opvoeding van onze kinderen, die is erop gericht geweest om het zelfstandig denkende mensen te maken. En de consequentie daarvan kan zijn dat ze heel andere keuzes maken dan je zelf zou doen. Nou, het is op zich heel boeiend om dat te volgen. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Als hij er houvast aan heeft, dan moet hij dat zeker doen. En ik moet eerlijk zeggen dat hij redelijk consequent is en heel conscientieus is in de opvattingen die daarbij horen en in het gedrag wat daarbij hoort. En in die zin heb ik zelfs respect voor zijn keuze. Ja. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. De islam is niet even in de moskee gaan bidden en dan weer 24 uur niks of zo. Het is 24 uur per dag. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Dus hoe jij met mensen omgaat, hoe jij je gasten behandelt, hoe jij je huis inricht zelfs. Gewoon elk aspect van het leven wordt erdoor beïnvloed. En je opleiding ook? Mijn opleiding, ik heb bewust voor Arabisch gekozen. Dus dat is natuurlijk... ook wil jij een diepe kennis van de islam verkrijgen, moet je natuurlijk eerst Arabisch bestuderen, omdat alle belangrijke boeken van de islam in die taal zijn geschreven. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. Ik had veel namen aangenomen in het begin, maar uiteindelijk mijn naam was El Mujahid. Dat betekent in het Arabisch zoiets als degene die zich inzet op de weg van Allah, dus een strijder op de weg van Allah. Maar dan ook met je tong bijvoorbeeld, met woorden. Ja, het heeft natuurlijk ook met je jongere jaren te maken, met je wilde haren die... Rond mijn 19e begon ik toch, merkte ik dat ik in een nieuwe fase van mijn leven was beland en dat ik toch iets serieuzer werd, iets rustiger. Ja, ik hoop dat ik in de toekomst nog iets kan betekenen, dat ik een brug kan slaan tussen de Nederlanders en de moslimgemeenschap in Nederland. Dat het toch iets minder vreemd wordt voor de Nederlanders, vooral voor oudere mensen. Ja. Ze hebben natuurlijk in de laatste 30 jaar alles zien veranderen in de buurt. Hè. De groenteboer is een Turkse groenteboer geworden en alles ruikt in één keer anders. Maar ik denk dat de nieuwe generatie toch dichter tot elkaar komt, hopelijk. Mijn geloof gaat voor alles. Dus ik bedoel, als je dat fanatiek bedoelt, ja, dan ben ik fanatiek. Maar bij fanatieke moslims krijgen mensen vaak al gelijk die wrange smaak van bommen en vliegtuigkapingen en zo. Maar dat... Als je dat bedoelt, dan kun je niet verwachten dat ik morgen een bom op Centraal Station neerleg of zo, nee. Pas als agressoren jou aanvallen en jou belemmeren jouw geloof te beleiden, dan heb jij het recht om de wapens op te pakken. Dan is het niet van, keer ook maar mijn andere wang toe. Hè? Ze hebben mijn dorp verbrand ook maar dit dorp.
Het is in Nederland ook helemaal niet aan de orde. Ik bedoel, ze hoeven ook echt niet bang te zijn dat we in Nederland dingen gaan gebeuren of zo. Ik heb het nu over Tsjetsjenië of Bosnië of Kosovo. En zolang het hier gewoon Nederland blijft zoals we Nederland kennen, dus vrij en blij en iedereen mag gaan en staan waar hij wil, denk ik dat de mensen helemaal niet bang hoeven te zijn.